feel any better. Science has now validated your birth mother's decision to abandon you on a doorstep. Oké. Okay. Hi mensen, welkom en leuk dat je kijkt naar alweer de derde aflevering van Portal 2 op Max Nieuwe Gaming Channel. Ja, leuk dat je nu nog steeds kijkt, het is al mijn derde video. Gisteren was een beetje laat geüpload, maar hij is geüpload, dus het exporteren van de film nu duidelijk lang. We gaan gewoon weer lekker 10 minuten gamen en lekker praten over de intro. Wat is deze? Oh. Ik haat het een beetje. Dat is ongemakkelijk. Leuk. Kijk hè. Net nog op de okay, die daar. Dan kunnen we. Kijk, dan staat die een beetje goed. Ja, ongeveer. Dan doen we deze andere. Flurry. Doe even die poort. Dat is een beetje stom. Oké, okay, nu richt naar beneden. De poort wel even, boeit niet. Perfect. Congratulations. Super. Not on the test. Oh. Most people emerge from suspension terribly undernourished. I want to congratulate you on beating the odds and somehow managing to pack on a few pounds. Oké, okay, ik word gewoon echt bang van Gladys af en toe. Als ze de hele tijd zo raar zit te praten. Maar goed. Ja. Back, terug naar de test. One moment. You are navigating these test chambers faster than I can build them. So feel free to slow down and do whatever it is you do when you're not destroying this facility. Oeh. Oh, dat scheelt. Jezus, is goed bedoeld. Goed. Oké, okay, even kijken. Hartelijk bedankt voor deze kubus. Hier ga ik zoveel pret mee hebben. Nee? Oh. Dan... hier op gaan staan. I'll give you credit. I guess you are listening to me. But for the record, you don't have to go that slowly. Waddle over to the elevator and we'll continue the testing. Ja, ik zou naar ons willen. Ik heb eigenlijk niet zoveel te vertellen nu eigenlijk. Ik heb al over de Sunday Surprise verteld. Ik ga niet zeggen wat het is. Maar er komen niet alleen maar Minecraft Sunday Surprises. Maar misschien ook een ander spel. Dat is wat ik wil zeggen. Ja. Niet dat je alleen maar Minecraft... Nee, dat is wat ik zeg. Oké, we gaan verder met testen. Nee. Ah. Dat zou me een heel stuk schelen. This next test involves the Aperture Science Aerial Faceplate. It was part of an initiative to investigate how well test subjects could solve problems when they were catapulted into space. Results were highly informative. They could not. Good luck. Here's an interesting fact. You're not breathing real air. What? It's too expensive to pump this far down. Oh. We just take carbon dioxide out of a room, freshen it up a little, and pump it back in. Oh. So you'll be breathing the same room full of air for the rest of your life. I thought that was interesting.
adem ik mijn hele leven hetzelfde lucht? Omdat het te duur is. Nou ja. Let's see what the next test is. Oh, advanced aerial faceplates. Oeh, dat is wel leuk. Well, have fun soaring through the air without a care in the world. I have to go to the wing that was made entirely of glass and pick up 15 acres of broken glass. By myself. By myself. Because you'll be dead. Where were you taking that thing? Sorry, dat waren een paar zinnetjes van Portal 1. Waarom zit er een portal daar? Wacht. Is hier ergens een knop of zo? Oh god. Schrik me dood. Oh. Ah, verdorie. Ik schrik me dood. Ineens worden we weggelanceerd. Schrik me dood. Oké, toch iets onverwachts, portal. Wee! Boing. En... Oh, sorry. I'm still cleaning out the test chambers. So sometimes there's still trash in them. Oh, standing ball. Around, okay, dat ga ik smelling proberen. And being useless. Try to avoid the garbage hurtling towards you. Die bal lijkt me wel leuk om te gebruiken. You don't have to test with the garbage. It's garbage. Press the button again. Ho, ho, ho. Nee. Oh, gelukkig heb ik het gered. Oké, Hey, dat is die radio. Ik ben fan van die radio. Ach, waarom ook niet? Nee, kom hier, bal. Kom hier. Nee, kom. Goed zo. Ik weet zeker dat het niet gaat werken. Stoel, waarom ook niet? Verdorie. Dan die bal maar. Het werkt ook nog. Super. Oké, Oh, kijk eens. Oh, faceplate. Boing. Super. Remember before when I was talking about smelly garbage standing around being useless? That was a metaphor. I was actually talking about you. And I'm sorry. Yeah, you didn't react at the time, so I was worried it sailed right over your head. Which would have made this apology seem insane. That's why I had to call you garbage a second time just now. Wat ben je zo onaardig? Echt, Glens is echt niet aardig. Oké, we zijn bijna al ongeveer 7 minuten aan het filmen, dus nog 3 minuten te gaan. Did you know that people with guilty consciences are more easily startled by loud noises? Serieus? I'm sorry. I don't know why that went off. Anyway, just an interesting science fact. Oké, cool. Oh, de companion cube. Oh, did I accidentally fizzle that before you could complete the test? I'm sorry. Pesco. Go ahead and grab another one. Oh, no. I fizzled that one too. Oh well. We have warehouses full of the things. Absolutely worthless. I'm happy to get rid of them. Okay, nu komt een ding naar beneden. Dan weet ik al iets van. Portal daar. Portal daar. Die bal was eigenlijk wel leuk. Die moeten we vaak. Ik hoop dat ze die vaker terug gaan zien. Oké, wacht. Portal zo. Verdorie. Wow! Lol. Okay. Every test chamber is equipped with an emancipation grill at its exit. So that test subjects cannot smuggle test objects out of the test area. Ja, this one is broken. Don't take anything with you. Okay.
Oké, ik ga kijken of ik of deze test lang is. En als deze test niet zo heel erg lang is, dan komt er nog eentje. Als deze test een beetje lang is, dan is het de laatste. We gaan het zien. This next test involves emancipation grills. Remember, I told you about them in the last test area that did not have one. Oh no, the turbines again. I have to go. Wait, this next test does require some explanation. Let me give you the fast version. There. If you have any questions, just remember what I said in slow motion. Test on your own recognizance. I'll be right back. Oké, daar heb ik echt geen woord van verstaan. Oké. Oh, dan ben ik al gelijk een reactie. Laat een reactie achter straks met of jij weet wat ze net zei. Oké, dat is een leuke. Ja, dat is een leuke. En zo ja, als je dat weet, zeg dan even wat ze zei. Dat is wel een leuke vraag. Ja, dat is een leuke. Maar dit gaat er wel door. Oké. Nou. Dit is dan de laatste test. Moet je nu morgen maar verder kijken. Oké, je weet de reactie. Laat een reactie achter met of jij weet wat ze net zo snel zei. Met al blablabla, ik heb zelf niks van verstaan. Laat een reactie achter of jij hebt er wat, of jij ervan wat hebt verstaan. En zo ja, wat ze zei. En dan zie ik jullie... Oh, hoofdstuk 3. Heel mooi nieuw begin. Dan zie ik jullie morgen met een nieuwe Portal 2 aflevering, deel 4. Hoofdstuk 3. Nou, tot morgen.